Witi Dauma, ja, werken in Friesland. Daar ben je terechtgekomen. Je straalt van energie, maar wat doe je daar eigenlijk? Wat gebeurt er? Nou, zal ik je precies stellen, Aik. Wij zijn eigenlijk opgericht voor de medewerker. En het enige wat ik heb is dat ik de medewerker centraal stel, eigen regie. Dus het roze wolkje wat ik heb ooit voor de toekomst, is dat we de medewerker Friesland of een regionale medewerker hebben die we kunnen inzetten in een veel breder verband dan alleen voor gemeentes, waterschappen, provincies. Zelfs bedrijfsleven zou aan moeten sluiten. Maar dat doe je ook met opleiding en ontwikkeling. Het is niet alleen mobiliteit. Nee, het zijn ook opleidingen, trainingen. We hebben nu net inspiratiedagen gehad. We hebben de week van de uitwisseling dat iemand anders in de keuken kan kijken bij. En we proberen grensloos te werken door segmenten in een organisatie grensloos te koppelen en mensen uit te wisselen. Veel mensen komen bij jou kijken hoe je dat doet. Wat is nou wat je anders doet dan andere werken in regio's? Gewoon doen. Wat is gewoon doen? Dat is te makkelijk. Wat is gewoon doen? Als je denkt van dit zou goed zijn voor de medewerker om eigen regie te pakken, om gewoon niet meer afhankelijk te zijn van leidinggevende of P&O, om je attent te maken op dingen die er om je heen gebeuren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid pakken en dan wil ik 's morgens wel langskomen mijn schoenveters dicht te knopen, maar je moet het wel zelf doen. En dan moet je stapjes maken. En die stapjes die wil ik zetten, zo klein, zo groot, maar gewoon wel door te doen. En ik geef alles een kans dat ik het nieuws bedacht heb, ga ik een minimaal jaar voor en dan wil ik het bewijzen dat het werkt. Wat is over 2 jaar, werk in Friesland, waar staat het dan? Wat heb je dan gedaan? Wat is nu nog jouw nieuwe idee? Over 2 jaar dan hebben we een soort Febo-loket of een grabbelton met allerlei taken. Functies vervallen compleet. In die grabbelton of die Febo-loketten haal je je werkzaamheden. Dit ga ik doen de komende 2 jaar of 3 jaar voor een project. Het maakt niet uit. En die taken vervul je. Ga je met plezier naar het werk, zit je nou bij de Leeuwarden of bij het Skasterlaan of bij de provincie Friesland of wat ik ben. Maakt niet uit. Je doet het werk voor een groter geheel. Super. Dankjewel.